Hoi, ik ben Marloes en ik werk met plastics. Met plastics kun je denken aan bijvoorbeeld plastic zakjes. Maar wat je vaak ook vast gebruik van maakt als je ergens onderweg bent, is een plastic flesje met water. En helaas zijn er nog heel veel mensen die hebben nog geen toegang tot schoon of veilig drinkwater. En daarom is de enige veilige optie vaak om te voorkomen dat ze ziek worden, is water dat bijvoorbeeld in een flesje komt. Nou, ik zit hier thuis, dus ik heb natuurlijk gewoon hier mijn eigen glas met water. Maar een plastic flesje is natuurlijk handig, omdat het weegt bijna niks, het is makkelijk mee te nemen en het is goedkoop. Nou, er zijn wel wat problemen met plastic flessen. Zoals je dus waarschijnlijk wel weet, komt heel veel van het plastic eindigt tegenwoordig in de oceaan. En dit is zelfs zo erg, dat er zijn voorspellingen dat bij 2050... dat er meer plastic in de oceaan gaat zijn dan vissen. Nou, en het is niet alleen het plastic van het plastic flesje zelf, maar dat is het derde meest voorkomende wat bijvoorbeeld op stranden wordt gevonden of wat aanspoelt. Maar ook het dopje zelf, dat is namelijk het vierde meest voorkomende wat er op stranden wordt gevonden. Dus allebei helaas kunnen heel erg aan vervuiling bijdragen. Ongeveer 50 jaar geleden, dus in 1973, vroeg een medewerker van DuPont, een groot chemisch bedrijf, een patent aan voor het gebruik van een bepaald materiaal in plastic flesjes. En daarvoor waren er problemen met als je bijvoorbeeld een plastic flesje hebt, dat sommige van dat materiaal dus dat in het water zou komen. Dus het eerste alternatief wat eigenlijk daardoor op de markt kwam, is polyethyleen-terephthalaat. Dus wat je beter waarschijnlijk kent als petflessen. Die spetflessen zijn natuurlijk nog steeds mooi doorzichtig, ze zijn goedkoop. Maar wat ze ook als groot voordeel hebben, is dat je ze kunt hergebruiken, dus je kunt ze recyclen. En daarvoor was het ook nog niet mogelijk om bepaalde prikdranken, zoals bijvoorbeeld cola of sinaas, in flessen te bewaren. Maar het gebruik van PET maakte dit allemaal mogelijk. En daarom zag je dat in de jaren daarna en nog steeds dat plastic flessen enorm populair werden. Nu zei ik dus dat het mogelijk is om die PET-flessen te hergebruiken of te recyclen. Dus wat je dus bijvoorbeeld zou kunnen doen, je kunt het op een mechanische manier doen. Wat wil zeggen is dat je het omsmelt, want het smelt bij hele hoge temperaturen, rond de 250 graden, tot een nieuw materiaal. Er zijn ook manieren om dit chemisch te doen. Die plastic flessen zijn gemaakt van polymeren. En polymeren, dat zijn hele lange ketens die gemaakt zijn van dezelfde soort eenheden. En als je die opnieuw opbreekt, dan kun je weer terug naar het oorspronkelijke materiaal. Dus er zijn wel degelijk methodes om het te recyclen. En je ziet in bepaalde landen, dus en vooral in Noorwegen, waar rond onze 97% wordt gerecycled. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de Verenigde Staten, waar dit maar rond de 30% is. Dat het heel erg goed mogelijk is om die plastic flesjes te hergebruiken. Nou, ze zeggen dat het grote verschil is in Noorwegen, is dat je een soort van statiegeld hebt, zoals je dus tegenwoordig op flessen hebt. En dat daardoor het dus veel aantrekkelijker is om ook plastic flesjes te hergebruiken. En nu zie ik dat ook met kleine plastic flesjes, zoals ik het onlangs in Nederland zie, dat steeds vaker terugkomen. Maar tegenwoordig zie je ook steeds andere dingen hoe je die plastic flesjes kan hergebruiken. Je ziet zelf dat mensen er bijvoorbeeld gebouwen van gemaakt hebben. En er zijn ook bepaalde materialen, dus wat we biodegradeerbaar noemen. Dus waar je eigenlijk, zelfs als je misschien compost thuis hebt, is dat die biologisch afgebroken kunnen worden. Maar heel veel van die methodes zijn er nog niet op heel grote schaal. En het grote probleem blijft daardoor dus, hoe verzamelen we eigenlijk die flesjes? Nou, er zijn drie simpele manieren waarop jij ervoor kan zorgen dat er minder plastic flesjes in de omloop zijn. Nou, in eerste instantie kun je natuurlijk kijken naar een herbruikbaar flesje. Dus in ieder geval zorg vaker dat je het vaker gebruikt. Tegenwoordig heel veel die je van aluminium kunt krijgen of van andere metalen. Dus die je bij kunt vullen in plaats van een plastic alternatief. Wat heel gemakkelijk is om mee te nemen ook. Nou, maar voor het belangrijkste misschien wel, is zorg ervoor dat je netjes al het plastic scheidt, zodat het opgehaald kan worden en zodat we ervoor kunnen zorgen dat het gerecycled kan worden. Nou, bij plastic moet je dus vaak aan of aan die plastic flesjes of aan bijvoorbeeld plastic zakken denken. Maar er zijn nog veel meer dingen die niet plastic zijn, zoals bijvoorbeeld de kleren die je aan hebt. Ook zijn mijn contactlenzen die ik gebruik om goed te kunnen zien, zijn gemaakt van plastic. Dus er is nog veel meer waarvoor je plastic kunt gebruiken. Nou, en wil je daarover meer weten? Ik heb nog een aantal video's waarin ik laat zien ook hoe we plastic beter kunnen gebruiken in het onderzoek.